Ik wilde eigenlijk een tekst gaan voorlezen over de Armeense genocide, die overmorgen precies 100 jaar geleden is begonnen. Maar dat ga ik niet doen, want ik liep zojuist even naar buiten om een kopje koffie te gaan halen en een flesje water te kopen. En toen ik terug naar binnen wilde in het gebouw, bleek dat niet te kunnen omdat de schuifdeuren niet meer open gaan. En uiteindelijk heb ik wel een andere ingang gevonden naar dit gebouw. Maar ik stond wel ruim 10 minuten zonder jas buiten op straat. En ik kan zeggen, het is een beetje fris aan het worden al. Maar ik heb gewoon rustig afgewacht tot ik een oplossing vond. En ik voel me nou weer lekker vol energie. En dat is ook precies waar ik het over wil gaan hebben. Dat we niet zo rillerig moeten zijn. Als het eventjes koud is. We moeten niet meteen een sjaal omdoen of een jas aantrekken of de verwarming hoger doen. We moeten gewoon een beetje tegen die kou leren kunnen. Misschien bent u zelf iemand die het wel snel koud heeft, maar ik heb dus goed nieuws voor u. Dat kan veranderen. De manier waarop wij temperaturen namelijk beleven is heel flexibel en we kunnen dat ook trainen. En dat is veel makkelijker dan veel mensen beseffen. En het feit dat we dat kunnen veranderen is te danken aan bruin vet. Dat is een type vetweefsel dat baby's vooral hebben. En in het geval van baby's beschermt dat heel goed tegen kou. Maar ook volwassenen blijken te beschikken over bruin vet. En dat doet veel meer dan alleen maar het verhogen van onze koude tolerantie. Bruin vet blijkt namelijk ook betrokken bij allerlei stofwisselingsprocessen. En deze inzichten die leiden nu mogelijk tot nieuwe behandelstrategieën voor mensen die lijden aan obesitas en aan diabetes. Er is ook vaak een verband tussen obesitas en diabetes, zoals jullie misschien wel weten. Zelf ben ik al lange tijd overtuigd van onze flexibiliteit in de temperatuurbeleving. Als vrienden het koud hebben, dan zeg ik altijd: ontspan je nou maar, want je krijgt het echt niet warmer van het optrekken van je schouders. Daar ga je alleen maar van rillen en beven. En ik raad ze ook altijd aan om bij het douchen aan het einde even een paar minuten alleen maar onder het koude water te staan. Ik voel me daar al jaren uitstekend bij. En ik heb de indruk dat mijn lichaam er ook tevreden mee is en dat mijn lichaam zich sneller aanpast aan lagere temperaturen dan het geval is bij andere mensen. Toch zijn er niet veel mensen die mijn advies opvolgen. En ik geef toe, mijn eigen ervaring zegt natuurlijk niks over een wetenschappelijk bewijs. Maar ik heb er wat over gelezen en de wetenschap lijkt het met mij eens te zijn. De verklaring voor mijn hogere koude tolerantie zit waarschijnlijk in dat bruine vet dat ik al even heb genoemd. En dat bruine vet produceert warmte. In tegenstelling tot wat heel lang werd gedacht, is inmiddels namelijk bekend dat volwassenen, net zoals baby's, naast het gekende witte vetweefsel ook wel degelijk beschikken over actief bruin vet. Het is voor het eerst opgemerkt tijdens een autopsie op Finse houthakkers. En ja, die Finse houthakkers die stonden voor hun werk natuurlijk dagenlang in de kou. En ook is gebleken dat bij bijvoorbeeld kantoorklerken er helemaal geen bruin vet aanwezig was. Nou, de hoeveelheid van dat bruine vet het kan dus variëren en kan toenemen wanneer iemand zich regelmatig blootstelt aan milde kou. En regelmatig koud douchen helpt dus ook. Dat gevoel had ik zelf ook al, zoals ik zei. En het kan ook effectief zijn om thuis de thermostaat af en toe wat lager te zetten en niet al te hard te stoken. Onderzoekers hebben dit dus goed bekeken, zoals ik al zei, en zij hebben vastgesteld dat mensen meer bruin vet hadden ontwikkeld nadat ze gedurende 10 dagen dagelijks 6 uur bij 15 graden Celsius hadden doorgebracht.
Bovendien rilden deze proefpersonen veel minder bij 15 graden en ze ervoeren die temperatuur van 15 graden ook helemaal niet als oncomfortabel, terwijl dat bij de gemiddelde mens wel het geval is. Nou, dat rillen van de kou, dat trillen, dat beven, is een mechanisme van ons lichaam om warmte te genereren uiteraard. De stofwisseling in ons lichaam draait dan op volle toeren, als een snel draaiende motor. Het is inderdaad een effectieve manier om onderkoeling te voorkomen, maar ons lichaam houdt dat niet heel lang vol. Je gaat niet urenlang zitten rillen. Daarnaast bestaat er nog een type warmteproductie van ons lichaam, waarbij je helemaal niet gaat rillen, maar waarbij wel de stofwisseling extra op gang wordt gebracht. Niet zo sterk als tijdens het rillen, maar het helpt wel degelijk. En dit energiezuinigere systeem wordt geactiveerd door blootstelling aan milde kou. En dat lijkt in verband te staan met de hoeveelheid bruin vetweefsel in ons lichaam. Hoe meer bruin vet iemand heeft, hoe meer de aangename, niet rillende warmteproductie de overhand lijkt te nemen. En daarom raden onderzoekers ook steeds vaker aan om niet alleen maar sportief te trainen, maar om dit af te wisselen met temperatuurtraining. Ik heb net al gezegd hoe je dat kan doen, af en toe koud douchen, niet te hard stoken en dergelijke meer. De voordelen van meer actief bruin vet gaan veel verder dan alleen maar het warm houden van ons lichaam trouwens en het verbranden van wat calorieën. Het bruine vet lijkt namelijk ook betrokken te zijn bij de vet- en glucosehuishouding in ons lichaam. En dat zijn twee processen die nu juist vaak verstoord zijn bij mensen die lijden aan obesitas. Dus hoe meer inzicht de wetenschap krijgt in de functie van dat bruine vet bij volwassenen, hoe meer aanknopingspunten er gevonden kunnen worden om nieuwe behandelmethodes te ontwikkelen voor mensen die lijden aan obesitas en daarna dus ook vaak aan diabetes. Daar valt nog heel wat winst te halen en daarom wordt er ook heel hard gezocht naar manieren waarop wij meer bruin vetweefsel kunnen aanmaken. Naar andere manieren dan alleen maar het je vaker blootstellen aan koude temperaturen. Het is trouwens zo dat sommige witte vetcellen zich kunnen ontwikkelen tot een soort bruinige cellen. En de wetenschappers hebben die cellen beige cellen genoemd, want de wetenschappers zijn natuurlijk heel erg creatief om met zo'n benaming op de proppen te komen. Maar goed, er is onderzoek naar gedaan met muizen. In Amerika en in China is dat gebeurd. En daarbij is aangetoond dat die muizen een eiwit hadden en dat functioneerde als een aan- en uitknop, zoals een lichtschakelaar. En dat eiwit kon er dus voor zorgen dat witte vetcellen veranderden in beige vetcellen. Andere onderzoekers hebben een hormoon ontdekt in muizen. Dat hormoon wordt geproduceerd in wit vetweefsel als die muizen het kouder krijgen. En ten gevolge van dat proces veranderde dat witte vet ook weer in beige vet. Nou, dat zijn natuurlijk heel hoopgevende resultaten. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Er is weliswaar nog heel veel onduidelijk over de precieze werking van dat bruine vet, maar er is hoop voor nieuwe behandelmethoden, bijvoorbeeld voor mensen die dus lijden aan obesitas. Dus afsluitend nog even dit. De volgende keer dat u op een terrasje zit en het wordt een beetje koud, de avond valt, pak niet meteen een dekentje, doe niet meteen je jas aan, maar ontspan je en laat de koude gewoon over je heen komen en vervolg het gesprek. En terwijl u went aan de kou en dus ook veel comfortabeler door het leven gaat, kunt u thuis dan misschien ook de kachel wat lager zetten. Dat is ook nog eens een keer een win-win situatie, zeker voor uw portemonnee. En misschien heeft dit nieuwe gedrag wel veel meer positieve effecten op uw gezondheid. Dat was het. Dank u wel.